Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 903. We zijn de vorige keer begonnen met Titus hoofdstuk 1. Paulus schreef deze brief aan zijn medewerker Titus. Zoals gebruikelijk stelt Paulus zich in deze brieven eerst voor. Deze brief begint hij met zichzelf een dienaar van God te noemen. Dat kenmerkt het leven van de apostel. In alles wat hij zei en deed wilde hij God dienen. Na de aanhef, met bemoediging, gaat Paulus over tot een aantal concrete zaken. Allereerst het aanstellen van oudsten en leiders. Paulus heeft Titus op Creta achtergelaten om leiders in de gemeente aan te stellen. Hij heeft in zijn brief een aantal kenmerken. Waaraan zij moeten voldoen. De meeste voorwaarden die in de brief genoemd worden, hebben te maken met het karakter van de oudste en niet in de eerste plaats met kennis. In de vorige uitzending is de Apostel Paulus begonnen met het geven van een aantal richtlijnen waaraan een leider of oudste in de gemeente van Christus moet voldoen. In deze uitzending gaan we daarmee verder. Titus 1 vers 8 Een opziener moet dus niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet verglustig, niet op oneerlijke winst uit zijn, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, begeerst. Na te hebben aangegeven wat een leider niet moet zijn, geeft Paulus aan wat een leider of oudste wel moet zijn. Gastvrij, dat betekent dat zijn huis open is voor anderen. Goedwillend zijn, betekent al het goede liefhebben. Een liefde voor wat goed is of voor de goeden. Een liefde voor Gods normen. Bezonnen, dat is bezadigd of ingetogen. Een kalm en stil gemoed in plaats van een overemotioneel aandruk. De geest brengt altijd matigheid en niet opgeklopte emotie. Rechtvaardig, ware rechtvaardigheid is in overeenstemming met het recht van God, niet met wat de wereld rondom ons al dan niet rechtvaardig vindt. Heilig betekent afgezonderd van het kwaad en God toegewijd. Beheerst, ingetogen of matig, alles is met mate. Een leider moet zelfbeheersing hebben, staat in de juiste verhouding tot zichzelf, heeft zichzelf in de hand en is iemand die zijn grenzen kent. Alleen hij die in een goede relatie tot de Heer, zijn medemens en tot zichzelf is gekomen, kan in de gemeente als leider en oudste dienen. Titus 1, vers 9. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. De laatste voorwaarde voor het leiderschap is wel het hoogtepunt. Een oudste of leider moet vasthouden aan het betrouwbare woord van God dat hem is geleerd. Hiermee wordt het onderwijs van de gezonde leer bedoeld. Net als in 1 Timootjes 3, vers 2 gaat het hier om het onderwijs dat gericht is op de praktijk van het leven. De oudste of leider leidt de gemeente niet op drijfzand. Maar zorgt ervoor dat de gemeente grond onder de voeten heeft of krijgt door de zuivere verkondiging van het woord van de Heer. Dit geloof en de waarheid die hun is geleerd kan er alleen maar zijn als het zich richt op de leer en waarheid, zoals die door de Heer Jezus en de apostelen als betrouwbaar fundament is gelegd. Alleen als een leider of oudste dit voor ogen houdt en zich daaraan vastklampt, is hij in staat en paraat om de gemeente te vermanen, aan te sporen en te bemoedigen. Zo ontstaat een gezonde gemeente. De tegensprekers weerleggen ziet op het vermanen, maar ook op de geestelijke leiding en herderlijke zorg. Alleen zo is de opziener of leider ook in staat om tegensprekers te weerleggen. Dit weerleggen heeft de notie van verdedigen, maar ook van overtuigen. Als het weerleggen op de juiste wijze gebeurt, zullen de tegenstanders het onjuiste van hun tegenspraak gaan inzien, zodat zij tot verandering en bekering komen en anders gaan denken. Juist daarop moet het onderwijs aan het weerleggen gericht zijn. Titus 1, vers 10. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. In de versen 10 tot en met 16 vinden we een aantal vermaningen aan het adres van valse leraren. Blijkbaar zijn deze valse leraren op Kreta uit hetzelfde hout gesneden als die in Efeze. In 1 Timootjes 1, versen 3 tot en met 11 hebben we daarover het volgende gelezen. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart. Een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. Als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen. Voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie van de Heerlijkheid van de Zalige God, dat mij toevertrouwd is. Ook in de brief aan Titus wordt gesproken van mensen die ongehoorzaam zijn, die zich niet willen onderwerpen aan Gods woord. Ze leven ongeregeld, spreken onzin. En beweren dat christenen zich aan de Joodse wetten moeten houden. Hierbij moeten we denken aan spitsvondige redeneringen van Joodse wetsleraars. Het zijn verleiders en bedriegers. Ze leiden mensen op een dwaalspoor. Titus moet extra op zijn goede zijn, want Paulus zegt dat er veel zijn. De meeste last heeft de gemeente blijkbaar van de Joden ondergaan. Want dat zijn diegenen die van de besnijdenis zijn. Ongetwijfeld gaat het dan om Joden die christen geworden zijn. Maar die de Joodse wetten zo wezenlijk vinden dat ze die willen opleggen aan niet-Joodse christenen. En dat ondanks de besluiten van het Apostelconvent uit Handelingen 15. Vooral de leer van deze Joodse wetleraars maakt door hun godsdienstige achtergrond meer indruk. Titus 1, vers 11. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is: om schandelijke winst. De voorschriften die Paulus aan Titus geeft om deze dwaleraars te bestrijden zijn drastisch. Voor een gezonde kerk zijn soms harde maatregelen nodig. Deze mensen moeten de gelegenheid ontnomen worden om invloed uit te oefenen in de gemeente, in de publieke samenkomst, maar ook in het overige leven van de gemeente. Anders raken er hele families in verwarring. De dwaleraars leren wat niet hoort, dingen die in strijd zijn met de apostolische overlevering. We kunnen dan onder andere denken aan wonderlijk gepraat over de geschiedenissen van het Oude Testament en het zich strikt houden aan de Joodse voedselwetten. 1 Timotheüs 1, vers 7 spreekt over mensen die graag uitleggers van Joodse wetten willen worden, zonder dat zij doorhebben en begrijpen wat de wet van de Heer te zeggen heeft. Dat deze leer gevaarlijk is, blijkt ook uit de bedoeling die valse leraars ermee hebben. Zij zijn blijkbaar op geld uit. Op zo'n manier zijn ze schandelijk en schadelijk bezig en profileren zij zichzelf als vals en leugenachtig. Titus 1, vers 12. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Om de bewoners van Creta beter te karakteriseren, haalt Paulus een uitspraak aan van een van hun eigen profeten. Het gaat waarschijnlijk om Epiminedes. Als zelfs één van hun eigen profeten, een negatieve beoordeling van de Kretaanzen geeft, dan moet toch wel heel erg met hen gesteld zijn. Het boek vertaalt dit vers als volgt. Een van hun profeten, ook van Kreta afkomstig, heeft over hen gezegd De cretenzers zijn allemaal leugenaars. Beesten zijn het en ze denken alleen maar aan veel eten. Zo'n negatief getuigenis ligt er niet om. Het was een reputatie waar de cretenzers niet blij mee waren. Toch vindt het evangelie er ingang want er zijn christelijke gemeenten. De gemeenten waar Titus zijn opdracht van de apostel Paulus moet uitvoeren. Toch zal het opbouwwerk dat Titus in opdracht van Paulus moet gaan doen op Creta niet makkelijk zijn. Het betekent dat je de Cretanzen niet kunt vertrouwen. Vandaar dat hen de mond moet gesnoerd worden. Er volgen nog typeringen. De Cretanzen zijn driftig en gewelddadig. Daarnaast denken ze alleen maar aan veel eten. Kortom, de Cretensers willen zichzelf uitleven. Het past bij woorden uit vers 7, waar verwittigd wordt niet aandrang verslaafd te zijn en hebzuchtig te zijn. Titus 1 versen 13 en 14 Dit getuigenis is waar. Wijs gaan daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alsof dit nog niet genoeg is, voegt Paulus er nog aan toe dat hun reputatie waar is. Met andere woorden, wat hun eigen profeet van hen had gezegd, was waar. Het is een getuigenis wat gebaseerd is op wat iemand gezien, gehoord en ervaren heeft. Ook Paulus heeft het zelf geconstateerd. Zes eeuwen na Epimenides is het nog steeds zo. Het betekent dat er voor Titus een grote taak ligt op Creta. Daarom moet hij de christenen van Creta dan ook duidelijk laten zien dat ze ongelijk hebben. Daarbij gaat het niet om het gelijk van Titus, maar om mensen te winnen voor Christus. Het gaat om het behoud van mensen, niet alleen om het volgen van bepaalde leerstukken. De Bijbelse waarheden geloven is nodig om behouden te worden, als ook om een gezond geestelijk leven te leiden. Het geloof in Jezus Christus en daarbij de invulling van het leven als christen en volgeling van de Heer Jezus is daarbij essentieel en exclusief. In Johannes 14, versen 6 en 7 staat Jezus zei tegen hem, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Redding is er alleen door Hem, voor Joden en niet-Joden. Een andere weg is er niet, en een andere waarheid ook niet. Hij is het leven, en zonder Jezus Christus komt er niemand in de hemel. Dat heeft geen kerk of christelijke gemeente bedacht. Het is ook geen besluit van een kerkelijke vergadering of concilie. Het zijn Jezus' eigen woorden. Het is alleen de vraag. Of wij de Heer Jezus op zijn woord geloven. Titus moet kritisch en streng zijn. Vermaning, correctie en tucht zijn niet leuk. Zeker hier op Creta niet, waar vele wantoestanden opgeruimd moeten worden. Het doel van de vermaning, correctie en tucht mag dan ook niet uit het oog verloren worden. Het moet zijn zodat zij sterk worden in het geloof en niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar mensen die de waarheid terug hebben toegekeerd. Door streng en duidelijk te zijn, kan Titus voorkomen dat mensen luisteren naar Joodse verzinsels en allerlei geboden. Allerlei menselijke verzinsels worden aan Gods woord toegevoegd en er uiteindelijk voor in de plaats gesteld. Blijkbaar droegen de Joodse verzinsels een sterk wettisch karakter en werd eindeloos uitgepluist wat nu wel mocht en wat niet. Omdat er verder geen concrete zaken worden genoemd, bedoelt Paulus ongetwijfeld allerlei geboden, zowel van Joodse als van heidense afkomst. Paulus zegt dat de Cretensers niet langer naar de Joodse verzinsels moeten luisteren. En dat zij niet langer moeten luisteren naar mensen die de waarheid de rug hebben toegekeerd. Een gelovige die zich in Christus gereinigd weet, kent geen onderscheid meer van reine en onreine dieren. Een gelovige mag staan in de vrijheid van het geloof in Jezus Christus. Uit de evangeliën weten wij dat de Heer Jezus de Joodse godsdienstige leiders vermaande. omdat zij hun eigen tradities toevoegden aan de wet van God. Want het onderwijs in de Joodse wetten gaat over twee niveaus. Dat een mens door het houden van de Joodse wet kan worden gered en dat een mens naar de Joodse wet moet leven. Beide zijn door het verzoeningswerk van Christus volbracht en vervuld, zodat nu de boodschap van het nieuwe verbond de boodschap is van het Evangelie van Jezus Christus. Een mens, Jood of niet-Jood, wordt gered door de genade van God op grond van het offer van Christus aan het kruis, niet door het houden van de Joodse wetten. Voor een christen zijn Gods wetten een leefregel van dankbaarheid, maar ook een vermaning om tot Christus te gaan met zonde en overtredingen. Titus 1, vers 15 Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Als mensen niet door de werken, maar door het geloof gerechtvaardigd en geheiligd worden, dan zijn zij rein. Van deze heiliging van binnenuit gaat een reinigende invloed uit. Tegenover een zuiver hart staat een hart dat bezoedeld is, wat te vergelijken is met gelovig en ongelovig. De beste daden die ongelovigen doen, zijn voor de Heer onrein, omdat ze voortkomen uit een onrein inzicht en geweten, uit een van nature slecht en onbetrouwbaar hart. Het verstand en geweten is een mens zijn diepste zelfbewustzijn. Zoals gij daarin enerzijds in relatie staat tot God en zoals dit anderzijds bepalend is voor de aard van zijn manier van leven. Het geweten is de instantie die als een getuige de innerlijke gevoelens en motieven waarneemt en beoordeelt. Het geweten is niet hetzelfde als de stem van God in ons, maar moet juist onderworpen worden aan de Heer en zijn woord. Zowel onze gedachten, verstand en geweten moeten gereinigd worden. Bij de bezoedeling gaat het niet om een paar vlekjes. Net als bij de cultische onreinheid staat een mens door innerlijke bezoedeling of besmetting buiten de gemeenschap met God. Het is één van beide. Een mens is rein of onrein. In Matthäus 15, versen 18 tot en met 20 zegt de Heere Jezus Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Titus 1 vers 16 Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogenen hem met hun werken, aangezien zij vervoelig zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Bij mensen die zeggen dat zij God kennen, moeten we in dit verband denken aan de mensen die de Joodse verzinsels verkondigen. Op een heel algemeen niveau zeggen zij hetzelfde als de apostelen, Namelijk met betrekking tot geloof in God. Maar uit hun doen en laten blijkt dat het niet waar is. Met hun werken verlogenen zij de Heer. Woord en daad gaan in de dwaling niet samen. De nadruk ligt hier op het door en door slecht en ongehoorzaam zijn. En het gevolg daarvan is dat er niets goeds komt uit hun handen. Het afschuwelijke van hun levenswandel en hun ongehoorzaamheid aan de Heer bevestigen hun levensstijl. Een levensstijl van eigenzinnigheid, luiheid, geldzucht, Trots en gewelddadigheid beantwoordt niet aan Gods bedoeling. Met al hun nadruk op het houden van de Joodse wetten komen zij aan de goede werken, zoals de Heer ze heeft bedoeld, niet toe. Goede werken voldoen niet alleen aan de voorwaarden van Gods wet, maar komen vooral voort uit een waar geloof en zijn gericht op de eer van God. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.